We zien heel vaak dat er onderzoek dat gedaan is aan de universiteit een bleefje blijft hangen binnen de academische wereld en dat dat leidt tot publicaties. Maar ik vind dat wel spijtig. Het zou beter zijn moesten die innovaties die dat wij doen en die onderzoeken die dat wij voeren, moesten die effectief een toepassing krijgen binnen de industrie en binnen de zorgsector. De vraag naar zorg zal exponentieel of toch zeer sterk toenemen in de komende jaren. We moeten ervoor zorgen dat die technologie altijd vertaald wordt naar wat dat die eindgebruiker kan een patiënt zijn, kan de specialist zijn, kan een huisarts zijn, kan het verpleegpersoneel zijn. Wat dat die uiteindelijk wil. Ondernemingen werken heel vaak samen met op het vlak van onderzoek, dat is vrij logisch. Maar het kan ook voor dienstverlening en het kan ook zelfs op het vlak van onderwijs. Vaak zullen wij producten valoriseren, onderzoek uit andere onderzoeksgroepen of uit bedrijven valoriseren en dichter bij de markt brengen. Alle inspanningen die je vandaag kan doen, waarbij dat je taken verschuift van medisch personeel naar de patiënt of waarbij dat je taken gaat automatiseren, kan daar niet genoeg aandacht aan besteden. Het is toch te verwachten dat daar dat die druk op dat medisch personeel over de komende jaren alleen maar groter gaat worden door de vergrijzing. De mensen vragen niet om een woningaanpassing, de mensen vragen niet om een hulpmiddel, ze vragen geen rollator. Wat vragen ze? Ze vragen de gemoedsrust. Ik wil mijn vrijheid terug, ik wil mijn comfort terug. Een van de basisbehoeften blijft natuurlijk een dak boven het hoofd. We kunnen al die technologie niet toepassen als we geen dak boven ons hoofd hebben. En er zullen toch nog altijd 10 mensen zijn met een beperking die specifieke, heel specifieke huisvestingsbehoeften hebben.